Nou, ik ga jullie zeker uitnodigen op het openingsfeest van mijn hotel. Goed zo. En dan bied ik jou alvast aan om een reclamecampagne voor je hotel te maken. Helemaal gratis. Nou, daar zou ik geen nee tegen zeggen. Dat was ik ook helemaal niet van plan. Echt, Daniel is de beste. Oh. Dan bied ik je aan, geheel spontaan aan mij, het grootste gedeelte van de winst te geven. Ja, ik had ook niet anders verwacht. Puur in het belang van de zaak. Want als jij voor niks gaat werken, dan moet ik voor het geld zorgen. Dat is allemaal onzin. Ik vind het een geweldig initiatief, Anita. En op de een of andere manier denk ik dat jij ja, voor het geluk geboren bent. Nou, zonder jullie had ik daar niet veel aan gehad. Ja, dat is waar. Maar ja, dat wisten wij al lang. Dendermonde, ik dacht dat jij nog wat bijzonders onder de kurk had staan. Jezus, doe niet zo ballerig. Hé, hey, als afgestudeerd jurist mag dat af en toe. Nee. Absoluut, maar alleen als wij niet in de buurt zijn. Mickey, wat leuk dat je toch nog gekomen bent. Vind ik nou echt sportief. Sorry allemaal. Ik weet dat ik de feestvreugde enorm ga bederven. Hoe zou je de feestvreugde bederven? Er is iets helemaal mis met het hotel. Ach man, jij bent niet goed bij je hoofd. Nee, natuurlijk ontken jij het. Je hebt er alle belang bij dat het pand wordt verkocht. Goed, als er dan iets mis is, dan wil ik dat je dat nu bewijst waar iedereen bij is. Hier, lees dit maar eens. Mickey, zeg maar, wat is er mis met het pand? Dit is een document van de gemeente waarin staat dat het dossier van het pand al jarenlang spoorloos is. Ja, maar Jezus jongen, dat zegt toch helemaal niks? Donder op. Echt, ik heb meer dan genoeg van jouw gezeik. Neem dat papier mee en hang het aan je muur. Echt, met iemand die steeds weer de sfeer verziekt, wil ik gewoon niet meer omgaan. Ik wil jou nooit meer zien.